10 december 2014 kwam onze wethouder naar het dorpshuis en die had het hele dorp uitgenodigd. En die vertelde toen aan ons, aan het dorp, dat hij serieus de overweging had om de school te gaan sluiten. En dat sloeg in als een bom in ons kleine dorpje. Nou, eerst ben je even met lamheid geslagen. Man. Wat gebeurt ons nou? Dat kan helemaal niet. Die school staat hier al 250 jaar. Maar vrijwel direct daarna zijn we in actie gekomen, hebben we een werkgroep opgestart en zijn we gaan kijken van wat kunnen we hier nou tegen doen, maar we willen onze school houden. Het dorp wilde de school behouden en op de achtergrond hebben we geprobeerd daarbij te helpen. Vandaag zijn we terug en het is feest. En het is feest in het dorp, want het schooltje blijft open. Kinderen komen op school, kinderen spelen met elkaar, kinderen gaan vanuit de school naar verenigingen. Door kinderen leren ouders elkaar kennen, opa's en oma's leren elkaar kennen. Het is gewoon een belangrijke speel van een dynamisch dorp. Voor mij is het toch een symbool voor de behoefte die we allemaal voelen om niet maar door te gaan in het marktdenken en alles uitdrukken in geld en efficiëntie. Sommige dingen die kun je daar niet in uitdrukken en zijn wel de moeite waard. Als de politiek weer gaat over wat mensen echt raakt in hun hart, waar je gelukkig van wordt, dan kun je dingen wel degelijk veranderen. We gaan het vanavond heel laat maken en ik denk dat we nog zeker twee borreltjes in gaan. En we gaan het vieren met elkaar. We gaan terugkijken op de samenwerking die we gehad hebben. We gaan als groep hier in het dorp, die hier zo intensief mee bezig is geweest, gaan we elkaar omhelzen en tegen elkaar zeggen van we hebben het geflikt, jongens.